Oké. Hij is toch wel wat zwaarder dan ik dacht. Hoi, ik ben Florian, stagiair bij ANWB Experts. En op ons expertplatform kreeg ik de volgende vraag binnen. Hoe neem ik mijn elektrische fiets nu mee als ik met mijn auto op pad ga? Want mijn elektrische fiets is met een motor en een accu natuurlijk veel zwaarder dan normale fietsen. Kijk of dat lukt. Okay. Zo, op deze drager kunnen dus twee fietsen. En daar zal je mijn tweede hebben. Dag Erik-Jan. Nee, Florian. Het waait hard, hè? Gelukkig heb je een elektrische fiets. Ja, dat is waar, ja. Zal ik je even helpen? Ja, graag. Alright. Oh, wacht even. Hè? Even kijken, hoor. Je wilt twee fietsen vervoeren? Ja. Even kijken, deze. 60 kilo, die drager, die mag het hebben. Oké, nou, doe toch. Maar weet je of het totale gewicht ook op je auto mag? Hoezo niet? Maximum kogeldruk. Kogeldruk? Nou, hier staat het. De maximale kogeldruk van deze auto is 95 kilo. Daar moeten we onder blijven. Maar 95 is best veel voor een compacte auto. Nou ja, die fietsen zijn 2 keer 26, dus dat is 52. Dan hebben we die fietsendrager nog. Die is 17. Dus dat is 69 kilo, dus dat moet lukken. Nou. Laten we het doen. Op. Goed recht zetten. Ja. Oké. Okay. Hij is toch wel wat zwaarder dan ik dacht. Yes. Andersom doen. Oh, andersom. Hoppatee. Oké, nou dat zit stevig. Ja, hè? Hey, maar Erik-Jan, wat nou als die fietsen toch te zwaar zijn voor die drager of voor de auto? Ja, er zijn auto's, vooral de kleinere, die hebben zo'n lage kogeldruk, daar kun je helemaal geen fietsen mee vervoeren. Maar als het op een paar kilo aankomt, dan kun je altijd nog de accu verwijderen. Nee, dat is handig. Zo. Dat is wel een paar kilo. Ja. Dat zou zomaar het verschil kunnen maken tussen of net wel of net niet. Ja. Hey, en kunnen die fietsen niet op het dak anders? Nou, op het dak zou ik alleen lichte fietsen monteren. Ja, probeer die zware elektrische fietsen maar eens op te tillen. Ja, dat is ook wel zo. Hey, en laatste optie dan. Wat nou als je op pad gaat met de caravan? Dat kan wel. Elektrische fietsen in of op de caravan. Maar er zijn wel een paar dingen waar je op moet letten. Elektrische fietsen brengen extra gewicht met zich mee. Dit kan nadelige gevolgen hebben, zoals een minder goede wegligging. Daarom is het, zeker op lange afstanden, af te raden om je elektrische fiets mee te nemen met de caravan. Maar bijvoorbeeld te huren op de plaats van bestemming. Wil je ze toch zelf meenemen? Dan zijn er drie manieren waarop je je elektrische fiets kunt vervoeren. Op de dissel, in de caravan of achterop de caravan. Het veiligst is om fietsen in de caravan te plaatsen, boven de as. Zo behoudt de caravan een optimale wegligging. Heb je tijdens de reis toegang nodig tot je caravan, kun je de fietsen ook op de dissel of achterop de caravan plaatsen. Maar dit zal zeker negatieve gevolgen hebben voor de wegligging. Rijd daarom extra voorzichtig en controleer voor vertrek altijd de kogeldruk. De maximale kogeldruk is de maximaal toegestane verticale last op de kogel van de trekhaak. Deze mag niet worden overschreden. De kogeldruk van de auto wordt opgegeven door de fabrikant en is te vinden in het instructieboekje. Wil je nog meer weten over het beladen van een caravan? Daar heb ik wel eens ervaring mee. Check dan vooral deze video, zou ik zeggen. Werkt de verlichting? Ja hoor, ze werken hoor, Erik-Jan. Heb je nou ook een vraag voor een van onze experts? Stel hem dan op het ANWB Expert-platform. Hey, Erik-Jan, ik ben ook nog mee, hè? Wacht even! Hey!